Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik jullie mijn favoriete producten van februari laten zien. Februari was een vrij korte maand. Er zitten zeker wel echt wel een aantal producten in. Het mandje is gevuld. Dus ik ga jullie laten zien welke producten ik heel erg fijn vond van februari. Dus mocht je daar benieuwd naar zijn, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik begin met een Hydro Hero 24-Hour Hydrating Tinted Cream van Essence. Dat is deze. Dit is eigenlijk een soort van getinte crème dus. En is gemaakt voor 88% uit natuurlijke ingrediënten. Hij bevat SPF 15. Er zit 30 ml in en ik heb hem in de kleur 05 Natural Ivory. Hij zit gewoon in een tubetje dus. Heeft gewoon een vrij normale opening, zoals je kan zien. Ik zal hem een beetje swatchen. Zo ziet hij eruit. Ik vond dit echt een hele fijne crème. Vooral ook op dagen dat je bijvoorbeeld misschien niet een hele dikke foundationlaag op wil doen. Maar toch een beetje wat kleur op je gezicht wil hebben. Is dit echt een heel erg fijn product. Omdat hij dus getint is, je kunt hem heel makkelijk zo uitsmeren. En hij geeft een beetje een medium dekking, zegt hij zelf. Ik vond de dekking zelf persoonlijk best wel oké. Ik vond hem best wel goed. Tuurlijk, het is wel iets minder als een foundation. Maar ik denk zeker ook als je bijvoorbeeld niet echt fan bent van het dragen van foundation. Maar wel om bijvoorbeeld wat oneffenheden te willen werken, dat is een heel fijn product. Is ook omdat er SPF in zit. Maar ik denk vooral dat dit een heel fijn product is voor de zomer, persoonlijk. Dan heb ik een overnight lip mask. En ik heb deze bij de Action gekocht. En deze zou zachte lippen geven. Hij komt in deze verpakking. Hij is ook vegan, voor de mensen die dat interessant vinden om te weten. Heeft een zachte lipformule. Hij plakt niet. En heeft een geur van aardbeien. Er zit 15 ml in. Dit is het flaconnetje. Ik moet hem even zo houden. En ik vond hem zelf echt heel erg fijn. Hij ruikt echt heel erg lekker naar aardbeien. Heeft gewoon zo'n opening. Ik zal hem even swatchen. Het is een beetje moeilijk om er wat uit te krijgen. Want het is zo'n tube. En dan zit hij best wel goed gevuld. Ik heb hem hier even geswatcht. Hij is verder gewoon eigenlijk kleurloos. Je brengt dit gewoon aan voordat je gaat slapen. En eigenlijk na het slapen heb je hele zachte lippen. Omdat het de hele nacht kan intrekken. Dat vind ik zelf altijd heel fijn bij dit soort producten. Dus het beviel mij echt heel erg goed. Ik voelde ook echt dat mijn lippen een goede verzorgingslaag kregen. En ik voelde echt dat het heel erg fijn aanvoelde op mijn lippen. En ook gewoon het resultaat daarna. Dus ik vond dit ook echt wel een aanrader. Hij was ook totaal niet duur. Dus het overnight lip mask van de Action vond ik zeker een aanrader. Dan heb ik hier een All Matte Plus Shine Control Powder met een banana shade. En deze is van Catrice. Belooft 12 uur long lasting te zijn. En dat is deze. Hij heeft de naam 002 Banana Bright gekregen. Het is een ultra fijne poeder met licht reflecterende pigmentdeeltjes. En geeft een satijn matte finish. En is dus ideaal om je make-up te zetten. Hij is overigens vrij van microplastic deeltjes, parabenen en minerale oliën. Ik vond de binnenkant ook wel heel erg leuk met het streepjespatroon zo. Ik hoop dat jullie het goed kunnen zien. Hier heb je dan de streepjes en hier zeg maar mat. Het is een hele fijne poeder. Ik ben sowieso wel fan van de poeders van Catrice, moet ik zeggen. Ik zal hem even swatchen, maar je ziet hem bijna niet. Ik heb hem hier aangebracht, maar dat zie je dus bijna niet. Maar het is echt wel een hele fijne poeder die gewoon goed afpoederde. Past eigenlijk heel erg goed bij mijn gezichtskleur. Hij laat ook niet echt een gelige laag achter, wat je verwacht misschien bij banana powders. Maar deze was echt heel fijn. Ik heb al vaker van dit soort poeders van Catrice geprobeerd. Die vond ik ook heel fijn. Maar de banana power die kende ik eigenlijk nog niet. Of banana shade moet ik zeggen. Dus deze vond ik ook super fijn. Dan heb ik een oogpotloden
set. Ze vallen er gewoon al uit. Heel gezellig. Deze is van de Action. Ik zal ze even loshalen. Ik had ze even in het doosje laten zitten om te laten zien. Dit zijn dus oogpotloden in 10 kleuren. Heel fijn. De namen staan ook achterop het doosje. Ja, ik vond het heel leuk omdat er zoveel verschillende kleuren in zitten. Ik zal ze nog eventjes proberen om met z'n allen te laten zien. Maar dan moet ik ze even goed vasthouden, want anders gaan ze dus vallen. Kijk, deze 10 kleuren krijg je. Ik zal er gewoon eventjes eentje pakken en dan zal ik hem gewoon even laten zien om te swatchen. Ja, het zijn gewoon hele normale potloodjes. Ze zijn ook... staat er niet op. Ik dacht dat ze ook vegan waren. Nou, het zijn dus hele fijne potloodjes die je wel zelf moet slijpen. Normaal ben ik daar niet zo'n groot fan van. Hij heeft gewoon zo'n punt, zeg maar. Ik zal er eventjes eentje hier swatchen. Je ziet er dan zo uit. Hij geeft best wel veel pigment. Kan er nog wel eventjes een kleurtje naast doen als je dat leuk vindt om te zien. Maar het zijn best wel intens gepigmenteerde potloodjes. En ik vind het leuk omdat je zoveel kleuren hebt, passen ze dus bij heel veel. Ik heb er hier eventjes een blauwe naast gedaan. Heel veel verschillende ooglooks. Hiermee kun je dus echt je ooglook net nog weer wat meer opleuken. Dat vond ik zelf gewoon heel fijn. Ondanks dat je dus zelf moet slijpen, waar ik normaal niet een heel groot fan van ben, beviel mij dit eigenlijk best wel goed. Dus ik was eigenlijk wel heel enthousiast over deze potloodjes. Omdat ik het heel leuk vind dat je zoveel verschillende kleuren hebt. Dus deze vond ik ook echt wel heel fijn. Dat had ik niet zo snel verwacht omdat je ze zelf moet slijpen. Maar ze zijn echt wel heel erg fijn. Dan heb ik twee volume lipglossjes. En dit zijn de Extreme Shine volume lipglosses van Essence. Ze zouden een plumping effect geven. Ik heb hier allereerst de kleur 106 Sugar Rush. En dan heb ik de kleur 107 Coral Glow. Hele leuke lipglossjes. Ik ga ze gewoon eventjes ook swatchen. Ze ruiken volgens mij ook wel heel lekker. Ja, ruiken heel lekker. Ze hebben best wel een grote applicator, waardoor je de lipgloss goed kunt aanbrengen. En ik heb er nu eventjes eentje aangebracht. Dat is dus de roze kleur. En je ziet dat die goed gepigmenteerd is. Ik zal daarnaast ook eventjes de oranje kleur doen. Ik vond ze heel mooi eruit zien. Bij mij gaf die niet het volume effect. Dat absoluut niet. Dat kreeg ik echt niet. Kijk, dit is de oranje. Dus hele mooie kleurtjes. Volume gaf hij dus bij mij niet. Maar het zijn wel gewoon hele leuke kleurtjes. Ik merkte gewoon dat ze prettig aanvoelden op de lippen. Volgens mij plakten ze ook niet extreem. Ik weet niet. Nee, zie, ze plakken niet. Het is eigenlijk niet plakkend. Dan merk ik af en toe best wel dat er eens een haartje in blijft zitten. Maar over het algemeen plakken ze dus niet. En dat is wel heel fijn. Ik heb vaak van deze soort lipglossen geprobeerd en die vond ik heel fijn. Maar dit waren twee kleurtjes die ik nog niet had. En ook deze was ik heel erg enthousiast over. Dus hele fijne lipglossjes ook. Dan heb ik hier een Magic Repair Nail Oil van Catrice. Dat is deze. En hier was ik echt heel erg onder de indruk van. Het is een verzorgende nagelolie. En er zit 77% almondolie in. Het is een hele fijne olie. Je kunt hem dus heel makkelijk verdelen. Want hij heeft dus een pipetje zoals je kunt zien. Je brengt wat aan op je nagels. Dat wrijf je in. Laat je even lekker intrekken. En je hoeft het niet af te spoelen. Dus eigenlijk na het aanbrengen kun je heel makkelijk je nagels ook gewoon lakken als het ingetrokken is. En dat was echt heel erg fijn. En daar was ik wel heel erg enthousiast over. Ik vind ook die kleurencombinatie wel heel erg leuk, moet ik zeggen. Die overloop zo van dat paars naar dat rood-oranje-achtige. Dat vind ik heel leuk. Dus ja, echt hele fijne nagelolie. Ik heb hem echt al een paar keer gebruikt en ik merkte echt dat ik het gewoon heel fijn vond voor de nagels. Hij heeft ook een hele lekkere geur. Hij ruikt heel aangenaam. En dat vind ik ook altijd een groot pluspunt. Dus ja, deze is echt ook wel een hele dikke aanrader als je het mij vraagt. Dan heb ik nog twee... limited collecties en daar zal ik niet al te lang bij stilstaan, want daar heb ik uitgebreide video's over opgenomen. Mocht je die gemist hebben, ik zal de linkjes in de beschrijving neerzetten. Ik
heb hier allereerst de Essence Hugs & Teddy Trend Editie met het Eye and Face Palette. Dat is deze. Dit is een palette met dus oogschaduw en producten voor het gezicht. Heeft de naam 01 Warm Hugs Make Your Face Glow gekregen. Ik vond het er gewoon al heel erg mooi uitzien. Dan heb je hier de binnenkant. En dan heb je dus 6 kleurtjes oogschaduw, een blush en een highlighter. Ik zal even een paar producten oppakken, zodat je nog even kunt zien hoe de swatch is. Dit is de oogschaduw. Ik heb misschien wat lichtere kleurtjes gepakt, maar op de ogen waren ze echt heel goed. Met swatchen denk je misschien, nou, het heeft helemaal niet zo heel veel pigment, maar met swatchen is het soms net iets anders dan dat het op de ogen of het gezicht oogt. En dan heb ik hier de blush en de highlighter. Ik vond het in ieder geval een heel erg fijn paletten. Die echt heel erg mooi. Waar ik mooie ooglook mee kon maken. En ook heel erg mooi de gezichtsproducten van terug zag. Dat vond ik echt een topper. Ook heb ik deze scrunchie. Het is een hele leuke scrunchie. Die bij mij in mijn haar gaat hij er 2 keer omheen, zeg maar. Heeft teddy stof, heel lekker. Maar is gewoon leuk om je look mee af te maken. Er zitten zelfs wat haren aan. Dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling. Maar een hele leuke scrunchie die fijn aanvoelde. En dan heb ik ook uit die collectie nog een lip liner. Dit is een zachte lip liner. Deze heeft de naam 01 So Berry Soft gekregen. Dat is deze. Een hele fijne lip liner waarmee je je lippen dus kunt omlijnen. Dit is een lip liner die je omhoog kunt draaien. Dus hij heeft een draaimechanisme waardoor je hem kunt draaien. Super fijn. Ik zal hem ook even swatchen. Dit is hem dan. Hele mooie lip liner die heel fijn aanvoelde op de lippen. En die ik ook heel erg mooi vond in combinatie met dus de Plumping Lip Gloss. En dat is dus deze. Deze heeft de naam 01 Kissed by Teddy gekregen. En het is een hele mooie bruinachtige kleur. Ik vond niet echt dat hij volume gaf. Maar wat moet ik wel zeggen. Er zit een zachte vanille en een frisse mintgeur aan. En dat merk je ook wel. Kijk. Zo'n applicatortje, een beetje basic. Je ruikt de munt wel meer als de vanille. Maar als ik hem eventjes zo naast de lipliner doe, zie je eigenlijk dat het een hele mooie combinatie samen is. Dus dit vond ik ook echt heel erg leuk. En dat was ik echt wel heel erg verrast door. Ook deze maakte mijn lippen absoluut niet voller. Dus ik kreeg er geen meer volume van. Maar ik vond gewoon de combinatie bij elkaar heel mooi. Dus ondanks dat hij geen volume gaf, vond ik hem wel heel fijn. En dan ben ik ook alweer toe aan het allerlaatste product. En dat is een oogschaduwpalette. Deze komt uit de limited editie van Catrice. Dit is namelijk het Dare Universe Eyeshadow Palette. En dat is deze. Hier is dus ook een video over online gekomen. Deze heeft de naam C01 Make My Wish Come True gekregen. Heeft een hele mooie verpakking ook, want kijk, hij is holografisch. De tekst is holografisch en dat loopt ook door op de achterkant. Heel erg mooi. Er zitten best wel wat kleuren in. Ook een spiegeltje aan de binnenkant. Dat vind ik altijd heel mooi. En dit zijn dan de kleuren die erin zitten. Ik zal er even een paar opnemen om te swatchen. Ik vond het gewoon een heel leuk palet. Je kunt er echt hele leuke ooglooks mee maken. Ook best wel wat verschillende. Dit is de pigmentatie. Ik vond het echt een heel erg mooi palette. Vooral omdat er ook gewoon variatie in zit van matte kleuren, shimmer kleuren. En dat vond ik gewoon super leuk. Dus ook dit palette vind ik echt een aanrader. Daar ben ik heel blij mee. Dan waren dit al mijn favoriete producten van februari. Uiteindelijk viel het toch nog wel mee wat er in het bakje zat. Ik had eigenlijk zelf iets meer verwacht. Maar dat is soms ook dat ik het gewoon niet zo goed meer weet wat er nou allemaal precies in zit. Ik ben in ieder geval heel erg blij met deze producten. En ben blij dat ik ze lekker in mijn stash kan gaan stoppen om vaker te gaan gebruiken. Ik ben eigenlijk benieuwd of jij al eens een van deze producten hebt geprobeerd. En of jij ook enthousiast daarover bent. Of dat je misschien hele andere ervaringen hebt. Of misschien ben je juist benieuwd geworden naar een van deze producten om zelf eens te gaan gebruiken. Laat het dan zeker even weten in de comments. Vind ik altijd wel leuk om te horen. Ik,
Ja, ik ben in ieder geval weer heel erg enthousiast. Ik hoop dat je het weer leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je niet op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, er staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt, krijg je een melding zodra ik een nieuwe video heb opgenomen. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk? Doe dan zeker ook even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doei!